Goed mensen, mijn naam is Rens en ik ben van Project Minecraftje en welkom bij een nieuwe horrornacht met Rens. Vandaag spelen we SCP Continent Breach deel B. En hij klinkt niet echt fijn. Ik heb een nieuwe microfoon, dus als het goed is moeten jullie me nu beter horen. Ik hoor jullie me beter gillen. Oh my god, als ik een trapje zo. Dan horen jullie beter. Ik vind nu allemaal niks. Dus dan hoor je me in betere kwaliteit gillen. Helemaal mooi natuurlijk. Oké, dit is een heel eng spel. Het is al behoorlijk donker. Ik heb net een horrorfilm gekeken, dus... Ik ben een beetje gestrest. Een hele enge horrorfilm gekeken. Het is hier al pikken donker in de avond. Ik ben vergeten het vuilnis buiten te zetten, dus ik moet straks ook nog naar buiten. Oh my god. Yes. Dus dat gaat een pretje worden. Helemaal omdat meestal mijn kat dan en die is buiten en die komt dan tegen mijn been. En dan zie je een flying kitty door de lucht vliegen waarschijnlijk. Waarom de trappen? Ik heb echt het gevoel dat iemand... Oké, nou het doel van het spel is je moet naar beneden. En niet helemaal gek worden. Je ziet 2 meter voor je ofzo. Ik heb het 1 keertje gespeeld hiervoor. Dat was met 2 vrienden. En... Oh my god. Oké, ik heb serieus een kippenvel. Dan zit het in mijn nek te hijgen ofzo. Ik heb het hier dus al van tevoren 1 keer met vrienden gespeeld. Daar zat een gat. En ik heb gehoord dat niet goed was ofzo. Dat je achteruit moet lopen en net doen alsof er niks gebeurd is. Ik heb het 1 keer dus met vrienden gespeeld. De buren die dachten van altijd geschreeuw dat er iemand vermoord werd. Dus die kwamen nog even langs. Dus het is al avond, dus ik hoop niet dat ze het nog een keer doen. Oh my god, hoe lang is deze gang? Oké, ik ben er bij 12. Zat. Oké, ik heb echt een serieus kippenvel. Je kan maar 2 meter voor je zien ofzo. Oh, dit vind ik echt niet leuk hier zo. Dit is dus Continent Breach B. Ik raad het af om te spelen. Mijn hart gaat hier te keer als een beest. Is dit joh? Oké. Mijn hart gaat hier tekeer als een beest. Je kan niks doen behalve lopen. Ik raad wel aan om s'avonds met je vrienden te spelen. Ik heb zelfs zweethanden van. En ik weet alleen dat ik zweethanden krijg als het echt heel eng is. Ik zit hier in mijn eentje. Hopelijk. Ik heb wel het gevoel dat iemand de hele tijd bekijkt hier zo, maar... En dat is iets... Dat er iets op me af kon springen ofzo. Ik vind het echt niet meer leuk. Ik vind het echt niet meer leuk. Maar omdat er nog niks gekomen is. Oh man. Ik space me echt heel hard hoor jongens. Oh, ik moet het echt met meerdere mensen gaan spelen. Dit zegt niks. Echt te shaken. We zitten nu al bij 19 en we hebben nog niks tegen. Dit kan echt niet. Er komen zoveel enge dingen hiervan. En het kut is, ze komen uit het niet. Holy shit! Wat is er? Oh, Jezus!
shit. Omdat ik het bedoel kan, kwam iemand binnen. What the fuck is dit? Oh man, ik space me echt keihard hier zo. Ik denk dat alle oortjes nu ontploft zijn hier zo. En alle koptelefoons. Dat de helft van het Project Minecraft team is doof is geworden. Ik weet zeker dat ik de buren stop naast. Wat is dit? Oh man, dat is zo... Ah, wat is dat een masker op? Je hebt hier verschillende versies van, maar... Ik hou nooit van lange gangen. Ik durf niet eens meer. Kijk, ik loop zo, hè, omdat ik niet recht waar kijk. Het gaat automatisch. Want, het is zo freaky. Vanavond slapen we dan? Nee, dat worden we gewoon niet. Hetzelfde routine? Ja, noem maar wel. Ja. Ja. Oké. Oeh, man. Ja, Rens. We gaan spelen. Goed idee. Ja. Mijn hart is net even stil, gewoon. Oké, het lijkt niet zo eng, maar het is wel... Het is al een best oud spel. Maar eng spel. Heel eng spel. Holy shit! Hardcore beat you on my heart. Oh man. Welke vloer? Oh man. Oh, echt een momenten. Ik ga nog harder van hoor. Dat. Wat is dat voor een bombeur? Oké. Ik ga straks mensen wakker maken, dit is niks. Kom op. Jezus, dat is zo... Ik heb adrenaline kick als een pees, maar... Oh man... wat is dit? Oh.
Oké, nou jongens, het spel is afgelopen. Oh shit, is nu pas die klaar. Wauw. Geen ander woord voor. Ik bedankt voor het kijken. Even op adem komen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik moet even weer recoveren. Geef een groen duimpje. Zet in de comments welke je wil dat ik nog ga spelen. Welke horror games. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik sowieso niet. En jongens.